zijn het koop. Hallo, ik ben bijna jarig, dus ik ga een tractatie maken. En dat is dit allemaal. Dus we gaan het filmpje hebben. Kom mee. Oké. Ik weet niet of je het meer kunnen zien, maar ik heb hier de zakjes voor de meisjes. En zo. En dan heb ik er alleen nog maar een notebook bij gemaakt. Bijgelegd hier deze notes. En mijn taart is al besteld, maar ik kan het niet filmen, want in huis. Dus nu ga ik die van de jongens laten zien. Dus die van de jongens. Gewoon hier net spannend, dat is mijn verjaardag. En hier zitten allemaal emojis. En dan maak ik het nu even open. Dat zou handig zijn, ja. En dan pak ik er eentje. Oh wacht, ik had er al eentje uitgepakt. Nu ga ik deze gewoon hier neerleggen. En dit wordt zo. En dan deze is voor. Dat is zulke drankjes. Heb ik zo'n 9 keer van theeprikkers. Dan ga ik zulke worstjes en portemonnees en zo. Je snapt wat ik bedoel. Dus hier. Laat wat ik heb. Zet in de comments als je weet wat ik heb. En ik kom boven als je het erna. 3, 2, 1. Minionpennen! En die zijn voor de jongens. En trouwens, ik vier mijn verjaardag in de kerk. En daarna vier ik het bij Schneim. Dus ik kom daar een vlog over. Daar kan ik niks van beloven. Maar wat is schaar op je? Ja, dit is heel moeilijk. Oké. De eerste. Dat lijkt op Dave of zo, die een banaan vasthoudt. En die krijgt deze. Zo. Nu de volgende. Dat is volgens mij. Ja, ik ken hem dus niet, dus ook Dave. Ik heb geen idee. Maar toch, ik doe het gewoon. En zo, zo. En ik weet dat ik heel lang geen filmpjes meer heb gemaakt. En dat gaat veranderen. Maar ik kan niet beloven dat het gelijk na 1 dag weer komt. Want ja, mijn eerstvolgende filmpje komt volgens mij de pack opening van mijn iPad. Dat is niet echt de pack opening, maar het heeft een andere naam hoe ik het moet noemen. Weet jij het? Zet het in de comments. Want ik wil het wel graag weten. Dan noem ik het vanaf nu zo. Maar ik zeg nu. Even opening, want ik weet niks anders. En deze zijn van Kevin, Bob en Stuart. Nee, laat maar. Dan zei je mijn fluitje gaan. Die heb ik ook nagetekend. En die waren echt heel mooi. Dat kan ik echt zeggen. En die krijg ik in het volgende zakje. Ja, allemaal pennen zijn dat, zie. Om iets te leggen. En nog de. Oh, er zijn nog heel veel. En dit is echt leuk om te doen. Vind ik wel. En ik weet niet welke soort app. En dan ga ik een hoesje krijgen bij Schneien. Ik laat zien welke apps ik ga downloaden en zo. En ik laat zien hoe je het kan spelen. Want ik ben best wel slecht in apps. Nou, maakt niet uit welke. Maar niet zo goed in games of zo. Zoals Music Club. Ja, grapje. Ik vind het wel leuk om te doen, maar goed in zijn nee, weet je. En ik weet dat ik
best veel followers hier hebt. Dus volg mij alsjeblieft op Musically. Ik heb 8 abonnees of 9 of 10. Geen idee. Oh, dat was echt brr. Oh, mijn moeder snurft, ja. Ik weet, heel gek. Je hoort haar misschien een beetje op de achtergrond, maar misschien ook niet. En de volgende hebben we daar bordjes. Maar dat ga ik niet in de interpretatie doen, nee. We hebben hier echt heel veel zure snoepjes. Echt heel veel zure snoepjes. En ik weet niet of je het goed kan zien, maar ja. De rest zie je wel. Dus oké. Okay. Ik zet hem even hier. Ja. De zure snoepjes. Ik ga niet alles filmen. Sorry jongens. En als hij gaat zo opeens stoppen in de camera. Want ik heb niet genoeg. En ik krijg de sleutel. Goed. De andere krijg. Deze. De andere krijg ook de sleutel.